te lopen. Ik ben niet onverschillig aan het worden, dat is wat anders. Dat bewaak ik. Ik ben niet onverschillig. Ik bedoel natuurlijk, als ik daar buiten over straat loop, ik geef geen flikker om die mensen die daar zien lopen. Helemaal niks. Totdat ik een oud omaatje zie. Die me niet lukt om met een loopwerk een hele drukke straat over te steken. Nou, dan heb je mij. Dan wil ik uren naar kijken. Nou, ik merk aan mezelf, maar misschien is het ook wel oké. Misschien overdrijf ik. Weet je wat het is? Misschien is mijn natuurlijke verdedigingsmechanisme wel een stapje terug doen. Dat is in de natuur. Is dit ook een prima verdedigingsmechanisme? En de natuurlijke wil slakken. Een slak trekt zich ook terug in zijn huisje. Dat is een goed verdedigingsmechanisme. Ja, chameleon. Ik denk hem. Als ik alles omgeving. Is goed. Wordt geaccepteerd. Ja, nou, een ego. Met de buiten van jezelf. Kijk eens naar buiten. Goed systeem. Schaap. Doe ook zijn dingetje. Ik weet niet wat de schaap doet. Nee. Weet je wat een schaap doet? Dat heb ik geschreven. Weet je, een schaap. Dit weet ik wel. Een schaap als verdediging. Dit werkt altijd. Als één schaap wordt aangevallen, dan gaat de schaap bij de groep staan. Als één schaap wordt aangevallen door een tijger of zo, dan gaat hij bij de andere schapen staan. Dat werkt altijd. Als één schaap wordt aangevallen door een tijger. Daar ben ik altijd jaloers op geweest. Ik bedoel, ja, ik heb werk, zo heeft iedereen wat natuurlijk, maar... Nee, waar het om gaat, is dat mijn broer nergens ooit over nadenkt. En dan heb je wel zo'n lekker leven. Hij heeft helemaal een ander probleem. En gaat vanavond waarschijnlijk ook gewoon weer uit. Versiert een meisje, gaat ermee naar bed en dat is zijn leven. Ik kan dat. Ik wil altijd net even iets meer. Dat zeg ik dan altijd en de echte reden is ook dat mijn gemiddelde openingszin naar fout is. En dat is gewoon... Dat geef ik toe. Maar ik wil altijd meer. Ik lig dan in mijn bed en dan denk ik, we worden gewoon dom gehouden. We worden echt dom gehouden. Anders begrijp ik niet dat er van die debiele dingen in de krant staan. Dat ik denk, ik ben toch geen mogol? Ik kan toch zelf ook nadenken? Dat ik zo'n kop...